De Graafschaptrainer Mike Snoei hult zich in nevelen over de opstelling van zijn ploeg tegen Roda JC. De Limburgers zijn zaterdagmiddag de tweede tegenstander van de Superboeren in het nieuwe seizoen van de keukenkampioendivisie. Ik snap dat dat interessant is om dat, nu te weten, maar ik wil dat eerst graag aan de spelers vertellen. En we hebben nog een training dadelijk, ik wacht daar nog even mee. Maar wij hebben 14, 15 jongens die allemaal in de basis kunnen spelen. Dus, goede selectie, enorm blij mee. En morgen gaan we zien hoe we dat in gaan vullen. Heb je goed getraind? Is iedereen fit? Blummel, geblesseerd geraakt in Braunschweig. Niet ernstig, maar deze wedstrijd komt iets te vroeg. Maar voor de rest, iedereen heeft er zin in. Roda JC lijkt zich aardig te versterkt te hebben de afgelopen dagen ook nog. Dat kan dan wel eens een hele interessante testcase ook voor jullie worden. Ja, dat werd het sowieso. Ze hadden een goede ploeg staan, maar inderdaad met Valkenburg en Serraris erbij. Worden ze alleen maar sterker, dus zullen moeten afwachten of die er gelijk bij zijn. Maar het wordt zeker een mooie testcase, ja. Dat is niet meer die ploeg van vorig seizoen. Hè? 12 nieuwe spelers. Deze week nog een aantal transfers gemaakt. En dus die hebben ambitie. Streppel creëert nu ook een situatie dat ze misschien wel een belangrijke outsider gaan worden. Hè? Om zich te voegen bij die ploegen die om promotie gaan spelen. KNVB en de Eerste Divisie hebben afgelopen week bekendgemaakt een aantal regels omtrent promotie en degradatie mocht het seizoen niet worden afgemaakt. Zijn het dan nog dingen waar je rekening mee houdt? Dat je na 85% als de wedstrijden gespeeld worden, dat je dan bij de eerste twee plekken wil staan? Het mooiste is als je al in de winterstop een goede positie hebt. Maar ik hou geen enkele rekening meer met de dingen die de KNVB roept. Dan krijg ik weer een rode vlek in mijn nek. Dus wij moeten gewoon ons ding doen. Onze wedstrijden winnen. En hopelijk die competitie uitspelen. En dan kijken waar we staan.